what is good motorrijders en andere mensen. It's your boy, Fayamiro. BMW GS 12 Barkies 1250. Lekker hoor. Dus we gaan richting Utrecht. En wat gaan we doen vandaag? We gaan meten met een paar salsa dansers die motorrijden. En we gaan van Utrecht een binnendoorroute pakken naar Amsterdam Noord. En dan gaan we wat mooie kiekjes schieten bij NDSM Werf. Ik ben op de original Fireblade. De Fireblade 929RR is even in onderhoud, die heeft even wat extra liefde nodig. We gaan het zien zo meteen jongens, Marit is erbij, die kennen jullie waarschijnlijk wel van de laatste vlog. Als je hem gezien hebt. Gaat het nog groen worden vandaag of wat? Later Mattie. Ik heb er weer zin in, ik ben wel een beetje aan de late kant. Ik wil eigenlijk best wel doorpompen, maar ja, je hebt hier trajectcontrole natuurlijk. En ook zo meteen op de A2 heb je weer trajectcontrole. Yes, ik weet niet of jullie het hebben kunnen zien. Ik heb net de camera weer aangezet. We zijn nu in Oud-Zuilen. En we hebben afgesproken bij Slotzuilen. Dat is een kasteel hier in Utrecht. Ik hoop dat ze er nog zijn. Want zoals ik zei, ik ben aan de late kant. Zo. Oké, mijn navigatie zegt dat het hier is. Ik zie nog niemand, hoor nog niemand. Ik weet niet of ik op de goede plek ben. Oh ja, kijk, daar staan de bikers. Hey. Grappige weg hier man, lijkt wel Suriname. Yes. Dancing Bikers United. Hola chica. Was lekker? Was goed? Ja, goed hoor. Yes, yes, we got Marit and a whole bunch of other great people. Museum Slotzeilen gaat open, café. Deze mevrouw is niet echt blij met ons. Goedemorgen. Lekker man, lekker man. We gaan lekker rijden, we gaan binnendoor. Ik had gepland om via het Gooi te gaan, maar de sportbikers die hebben voorgesteld om toch via Zuidoost te rijden. Omdat je dan een iets bochtigere weg hebt in plaats van een lange rechtstukje. Nou, daar ben ik het wel mee eens. We hebben ook wat chopperrijders, dus die, die zijn er wat minder in hun voordeel. Maar het wordt helemaal gezellig. We gaan zo langzaam richting, richting Amsterdam Noord. Deze jong lady komt ook uit Amsterdam. Super mooie bike ook. Dat is mijn GS6F. Aha. 650. Het ding lijkt wel een poesa man van de voorkant. Alright, okay. We zijn niet heel goed in bij elkaar blijven. Maar dat komt vast goed. Woep, woep. Dit is de leven. Was een lange toernogevenis, pradag geniet ik ervan. Elke dag, yeah yeah. Het is echt zomers, mensen in t-shirts, mensen in de overhemd, mensen aan het skaten. I love this, I love this. Mei geeft eindelijk wat ik ervan verwacht. De maand mei. Trouwens ook de maand van mei. Ik ben jarig geweest. Ik heb een heel lekker verjaardagsweekend gehad. Allemaal leuke dingen gedaan, leuke mensen gezien. Heel veel liefde ontvangen. I love that, I love that. Maar we gaan even kijken wat voor moois we nog tegenkomen onderweg. We gaan eerst hier even tanken. Krantjes, mijn sleutels. Kan wel handig zijn als je wil wegrijden. Ah, yeah, yeah, yeah. En off we go. Wow.
kan het leven zijn, man. Ik ga zo meteen eens een paar mooie fotootjes schieten bij in Noord. En daarna gaan we nog wat dansen. Lekker muziekje aan. Genieten van het leven. Iedereen heeft weer een volle tank. Oh ja, ik moet even mijn dagteller resetten. Zodat ik weet hoeveel kilometers ik gemaakt heb sinds mijn laatste tankbeurt. Ik kan er ongeveer 2 barkie op een volle tank als ik binnen doorrijd. 200 kilometer. Wat doen jullie op een volle tank? Met welke bike? Laat me weten in de comment section below. Ik ben wel benieuwd namelijk. Lekker genieten hoor. We gaan ongeveer een uur en een kwartier rijden. En toch altijd tof dat sommige dames gewoon dat kunnen. Met hun haar gewoon los onder hun helm. De meeste dames als ze dat doen, is er geen doorkomen meer aan als je door hun haar heen wil. Allemaal klitten en zo. Maar ja, misschien moet je een bepaald type haar hebben om dat te kunnen overleven. Daarom doen de dames meestal staart in hun haar. Zoals je bij deze twee kunt zien. En dan heb je daar dus geen last van. Ik heb trouwens nog 0 keer gebruik gemaakt van mijn vaarbewijs. Ik heb hem ooit gehaald samen met Justin. Maar ja, nooit een bootje gehad, nooit een bootje gehuurd. Toch maar eens een keer doen. Check deze dan. Mooie dingen hoor. Oei, 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 oei. Ja, zo rijden we langzaam Breukelen binnen. Dan kan je vaccinatie ophalen. Kijk gewoon dan, jongen! Lekker hoor. Yes, ik heb net even het bordje gemist, maar we zijn nu in de volgende gemeente aangekomen, Nieuwe Sluis. En ik zie dat de brug open gaat. Dus de motoren kunnen uit. We kunnen even bootjes gaan kijken. Zullen we het even doen? We gaan even bootjes kijken. Gezelligheid op het water. Veel jonge mensen op de bootjes. Dat is wat dope. Ik moet echt een keer gaan varen. Ik zweer het. En kort zet ik de Fayamiro bootvlogs. Daar staan 2 bootjes te wachten. Ja, het is best wel een lage brug inderdaad. Hier kom je niet zomaar onderdoor. De mensen wonen wel chill hoor. Zitten gewoon in hun eigen voortuintje bootjes te kijken. Lekker aan het water. Zaterdagochtend ontbijtje, krantje. Bourgondisch. Ja. Mooi leven hoor. Lekker leven zo hoor. Ja hoor. Ik heb een beetje stress. Yo. Oh nee, de brug gaat alweer omlaag. Oké dan, dat is hem ook die hard aan chillen. Loenen aan de vecht. En dan kunnen we hier dus een splitsing maken tussen richting het Gooi of richting Amsterdam. Direct. Volgens mij hadden we dus afgesproken dat we nu maar rechtdoor gingen. Omdat we daar wat, ja, wat mooiere route kunnen pakken. Loenerslo, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar daar rijden we nu in. De wielrenners zijn ook in grote getalen op pad vandaag. Ik snap ook niet wat hun issue is met gewoon achter elkaar rijden, dat ze dat niet kunnen. Maar goed. Ieder zo zijn ding. Wat ik zei, leven en laten leven. En dan zijn we dan boys. Op Koude, a.k.a. my new working place. Ja ja. Nou, we liggen heel dicht tegen Amsterdam aan. Met onze aankomst in Apkoude. Apkoude ligt net achter Holendrecht. Ik zie daar nog een hele mooie motorgroep die naar net de weg kruist. Ik denk dat je het op camera net niet kon zien. Zelfde jack als mij. Smooth, smooth. Zo, so, dat is nog eens een voertuigje.
go. En zometeen bij de foodstrip. Waar menig ride-out ook wel begonnen is, of waar weinig verzamelpunt is van de gemiddelde grote ride-out. Vertrouwens best wel jammer aan de ene kant dat ik die rit laatst had gemist van Dutch Ride-out. 3000 bikers kwamen erop af. Maar ik heb wel wat gemist hoor jongens, als ik de beelden zo terug zie. Oh, ho, 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 ho. But yeah. Andere mooie dingen gedaan met mijn leven. Terwijl we richting Amsterdam rijden, komen we zo meteen langs een hele leuke zaak. Selling Motorbikes. Sinds kort zit Selling Motorbikes dus hier in Duivendrecht. Waar we nu rijden. Aan de overkant nog twee mooie bikes. Ben je er nog niet geweest, ga er zeker een bezoekje brengen binnenkort. Selling Motorbikes in Duivendrecht. We gaan via Amstel richting het centrum van Amsterdam en dan tjoep tjoep richting Noord. Ja, tuurlijk joh. Tuurlijk joh. Moeten we hier niet linksaf, nee? Volgens mij moeten we linksaf hoor. Zo meteen daar rechtsaf, richting centrum en dan richting Noord. Zijn we compleet? We zijn compleet. Er is een politieagent aangesloten bij ons. Ai mami. To the north side, to the north side, to the north side. Toch of niet? It was at this moment that he knew he fucked up. We hadden er door moeten, hè? Ja, ik weet het. Gaan we er doorheen? Gewoon eromheen, hè? Gewoon hier een lusje maken en daar de tunnel in. Ja, we moeten... Oh, shit. Op de rug, dus komen we er tegen en anders wachten we daar even. Ja? We missen één persoon, man. We missen één persoon. Misschien is die rechtdoor gegaan in die tunnel. Ja? A few moments later. Y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre. Y le regaló a los hombres a su quita pa'l café. Pero que qué. Tu amor es tu cocre.